De critici in de kranten waren wat minder lovend. Die zagen wel kwaliteiten, maar er was één recensie die echt schreef van ja, dit schilderij, het is gewoon een plak zonder einde, zeg maar. Er zit eigenlijk geen compositie in, want het is gewoon één zee van bloemen. En hij vond dat te weinig. Hij schreef letterlijk van je had ook de helft van het schilderij kunnen schilderen en dan was het ook goed geweest. In het Teylers Museum in Haarlem hangt een schilderij waar de meningen nogal over uiteenlopen als het voor de allereerste keer tentoongesteld wordt. Inmiddels, een eeuw later, zijn de tijden veranderd. Iedereen is het er nu wel over eens dat dit een uitzonderlijk meesterwerk is. Maar wat het verhaal achter dit schilderij bijzonder maakt, is dat dit werk maar één keer tentoongesteld is. En daarna kiest de kunstenaar voor een totaal andere carrière. Je luistert naar Topstukken, de podcast over de mooiste kunst en cultuur van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde. In elke aflevering praat ik met een expert van een museum of een andere culturele instelling in Nederland en stel ik de vraag, wat is jouw persoonlijke topstuk? Ik ben Terry van Druten, ik ben de hoofdconservator van de kunstverzameling van Teylers Museum. Dat betekent dat ik dus verantwoordelijk ben voor de tekeningen en de schilderijen die wij in huis hebben. De munten en de penningen ook. En we hebben natuurlijk ook nog heel veel instrumenten, natuurwetenschappelijke boeken, fossielen. Dus het museum is nog een stuk groter dan ik, maar ik zorg voor de kunst. Mooi, het museum is ook een stuk groter dan ik. Ja. Dat is een mooie zin. Het staat ook al iets langer dan ik. Ja. Neem ons eens mee naar het werk in het museum en vertel ook eens welk werk het is en waar het hangt. Ja, nou, het Teylers Museum is, zoals veel mensen misschien wel weten, het oudste museum van Nederland. Dus als je door het museum loopt, dan maak je echt een tijdreis. Dan ga je door de 19e eeuw, door de 18e eeuw zelfs, de oudste museumzaal, een van de alleroudste ter wereld. Dus je loopt dus allemaal prachtige houten kasten met bijzondere voorwerpen. Je ziet gekleurde wandbespanningen en vergulde lijsten. En dan op een gegeven moment kom je in de tweede schilderijzaal, zoals die heet. Misschien wel een van de mooiste zalen van het museum. Terracotta wandbespanning, houten lambrisering. Er staat een champagnekleurige gouden bank eigenlijk in het midden van de zaal met potpalmen erbovenop. Dus je bent echt helemaal in zo'n 19e eeuwse salonsfeer. En daar hangt het dan. Ja, we noemen het soms wel de nachtwacht van ons museum, de tuin van Jacobus van Looy. De tuin van Jacobus van Looy in die prachtige ruimte. Omschrijf het eens, wat zien we op dat schilderij? Je kijkt eigenlijk over een enorme Weidse bloemenzee. Het is een prachtig zonnig schilderij en je ziet een enorme bloeiende Weidse zee van Oost-Indische kerst. En ik zeg wijd en ik twijfel een beetje, omdat dat geeft misschien de indruk dat je ook heel veel lucht en dergelijke zou zien. Maar dat zie je dan eigenlijk gek genoeg juist weer niet. Dus je kijkt echt alleen maar in die bloemen. En dan ergens in de verte zie je nog een mevrouw zitten met een grote rieten hoed op. Die daartussen aan het werk is of de bloem aan het plukken. En het is echt een soort van een impressie van een zonnige zomerdag. En je waant je in Zuid-Frankrijk of iets dergelijks. Maar het is eigenlijk een heel klein tuintje in de Rustenburgerstraat in de Amsterdamse Pijp. Echt waar? Want je hebt het hier voor je liggen op een foto, hè? Niet het schilderij. Maar het is inderdaad alsof je denkt, ik ben in Zuid-Frankrijk. Het is gewoon in Amsterdam. Ja, het is gewoon in Amsterdam geschilderd. In de Pijp, in de nieuwbouwwijk in die tijd. 1893. Dus dat werd daar net allemaal vers uit de grond gestampt. En was een klein lapje grond, 6 vierkante meter. En daar heeft hij het ook echt in de buitenlucht geschilderd. En het was een soort gevecht tegen de natuur, zei hij. Hij moest echt vechten tegen de tijd en zorgen om dat allemaal op dat doek te krijgen. Het is echt behoorlijk groot formaat. Het is iets van 2 bij 1,5, als ik me niet vergis. Dus je wordt er helemaal, als het ware, overwoekerd door die Oost-Indische kerst. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat er ook nog heel veel detail in zit. Die bloemen zijn prachtig geschilderd. Het is allemaal heel los en heel vrij, maar toch echt met heel veel. Ja, je ziet de stampers en je ziet de kleurverschillen in de bladeren. En dan als je nog beter kijkt, dan zie je dat er bijen en vlinders en dergelijke tussen vliegen. Dus sommige van die bloemen zijn eigenlijk helemaal geen bloemen, maar zijn vlinders die rondom Titia van Gelder, de vrouw van Van Looy, die in het midden zit, die in het midden bloeit, zoals hij het zelf al eens omschreven heeft. Dat is mooi. Ja, toch? Ja. En wat doet zij daar? Ja, nou ja, wat ze precies doet, dat,
kan je eigenlijk niet goed zien. Maar ik denk zelf dat ze daar bloemen zitten plukken of iets dergelijks. Dat moet haast wel, toch? Ja. En het is opvallend dat het vlak zo vol is. Hè? Ja. Want normaal dan heb je lucht of je zit, het wordt een beetje geplaatst. Als ik naar Van Gogh of ook Monet kijk, dan zit er altijd wel iets omheen. Hier bijna niet. Nee, het is heel mooi opgebouwd, juist ook. Want je zou dus denken, het is puur en alleen maar zo'n vlak bloemen. Maar op de voorgrond is een heel klein stukje bruine grond. En helemaal rechts boven in de hoek zit nog een heel klein vlakje donkerblauw. En die twee elementen geven wel echt het werk diepte. Als dat er niet zou zijn, dan was het echt een vlakke plak bloemen, zeg maar. Maar nu is het echt een soort enorme wijdheid geworden. Terwijl het dus toch eigenlijk maar dat hele kleine lapje grond was in de achtertuin. Is dat ook de kracht van Van Looy, dat hij weet dat hij die twee kleine stukjes van de wereld eromheen moet laten zien om het deze dynamiek te geven? Ik denk het wel, ja. Dat toont wel echt zijn meesterschap als kunstenaar. Dat maakt dit wel echt tot een heel mooi, goed werk. En ik denk dat, zelfs als je het niet ziet, dat het toch wel ervoor zorgt dat heel veel mensen dit dus ook echt een prachtig schilderij vinden. Niet alleen ikzelf. De Looy heeft de tuin geschilderd aan het eind van de 19e eeuw. Een tijd waarin de natuur steeds meer onder druk komt te staan. Zeker in een grote stad als Amsterdam. Amsterdam dijde uit eigenlijk voor het eerst sinds de 17e eeuw dat de stad weer echt groeide. En dat de industriële revolutie ook in Nederland toesloeg. En dat er echte verstedelijking weer was. En die mensen moesten natuurlijk toch ergens wonen. En Van Looy en Titia die woonden daartussen in de pijp. En dat was hun omgeving. Maar hij vertaalt dat dus wel naar zo'n prachtig schilderij. En dat is wel heel typerend ook voor zijn tijd. Dus je hebt iets in de buitenwereld, een mooi stuk natuur. Een mooi landschap, een mooie straat of een mooi vergezicht of een mooie tuin. En die wil je vangen. Dat gevoel eigenlijk wat je krijgt als je daarin staat. Dat wil je vastleggen in verf en doek. En overbrengen op ons als toeschouwers. En als iemand dat gelukt is, dan is het Van Looy met dit schilderij. Het is ook echt een van de favorieten, niet alleen van mijzelf, maar ook van heel veel bezoekers. Want ja, je staat daar gewoon tussen die bloemen met zijn vrouw. En je gaat bijna van haar houden alsof het je eigen vrouw is. Ah, wat mooi. Wat voor kunstenaar was Van Looy? Wat was zijn achtergrond? Van Looy was eigenlijk een schilder uit de tachtigers, zoals we dat noemen. Een Hollandse impressionist zou je hem ook wel kunnen noemen. Dus een late 19e eeuwse schilder. Hij was ook een schrijver. Hij was echt een dubbel talent. En hij is eigenlijk aan het eind van zijn leven en in zijn eigen tijd was hij vooral bekend als schrijver. En typisch iemand die dus dat realisme zeg maar bedreef. Was je opgegroeid in een rijk milieu? Dat je denkt, nou, ik kan gaan schilderen of zo? Nee, helemaal niet. Nee, het was een weesjongen. Hij kwam uit Haarlem. Zijn ouders waren op jonge leeftijd, althans toen hij jong was, overleden. En hij was in het weeshuis beland, wat tegenwoordig het Frans Hals Museum is. Onze goede buur in Haarlem. Als weesjongen had je natuurlijk niet zo heel veel kansen in die tijd. En een van de dingen die het Tijlers Museum in die tijd deed, dus ook weer vanuit diezelfde verlichte gedachte om de wereld beter te maken, waar het hele museum eigenlijk uit ontstaan is, werd er ook geld gegeven aan talentvolle jonge kunstenaars om hun opleiding te doen. Dus hij is eigenlijk met geld van het museum heeft hij aan de Rijksacademie in Amsterdam kunnen studeren. En is hij dus misschien wel een van de beste schilders uit zijn generatie geworden. Het Tijlers Museum heeft dus aan de wieg gestaan van de kunstenaarscarrière van Van Looy. Een museum dat kunstenaars op deze manier ondersteunt. Hoe zit dat precies? Nou, het heet Tijlers Museum. Dat komt dus doordat het is ontstaan uit het testament van Pieter Tijler van der Hulst. Dat was een rijke Haarlemse weldoener. Die stierf zonder kinderen en liet 2 miljoen gulden na. Dat was in die tijd echt een mega, mega bedrag. Om een stichting op te richten ter bevordering van kunst en wetenschap. En eigenlijk om de wereld een betere plek te maken. Dus echt op zijn verlicht 18e eeuws. En dat doe je onder andere door de kunst te stimuleren. Ook de wetenschap werd gestimuleerd, maar dus ook de kunst. En om die reden werd er allerlei werk aangekocht van levende meesters. Ook van oude meesters als voorbeeld voor die levende meesters. En dat is een deel van hoe het zo gekomen is. Maar wat een bijzonder verhaal dat Tijlers Museum, dat die meneer geld geeft om de kunst en wetenschap te promoten. Ja. Dat er een kleine wees is, een Jacobusje Van Looy. Ja. Die krijgt zo'n beurs en die zorgt dat een van de topstukken van Haarlem vervaardigd wordt eigenlijk. Ja, nou dan heb je toch iets goeds met je geld gedaan.
Wat voor emotie krijg je bij dit schilderij? Ja, het is wat mij betreft is wel echt een soort liefde voor de natuur. Het gevoel van een warme, zonnige dag. Zo'n dag dat je in de tuin zit en denkt, dit is goed, zo mag het blijven. Je bent op vakantie, dat je denkt, ik hoef ook echt, nu hoeft niks meer te veranderen. Klaar, dit moment, gewoon voor altijd. Zonnige tijdloosheid. Zoiets, ja. En dat kan je dus, als je dan bij ons in die zaal op die gouden bank zit te genieten van alle schilderijen, dan kan je die tijdloosheid ervaren. Werd het bejubeld, dit schilderij, toen hij het gemaakt had? Het kreeg gemengde reacties. Zijn kunstenaarsvrienden die vonden het fantastisch. Dus bijvoorbeeld iemand als Isaac Israels, die schreef echt dat het een prachtig schilderij was. Dat het een medaille had moeten krijgen op de tentoonstelling waar het te zien was. De critici in de kranten waren wat minder lovend. Die zagen wel kwaliteiten, maar er was één recensie die echt schreef van, ja, dit schilderij, het is gewoon een plak zonder einde, zeg maar. Er zit eigenlijk geen compositie in, want het is gewoon één zee van bloemen. En hij vond dat te weinig. Hij schreef letterlijk van, je had ook de helft van het schilderij kunnen schilderen en dan was het ook goed geweest. Eigenlijk voldoet het schilderij van Van Looy niet aan de klassieke regels. Zo heeft het schilderij geen horizon. Iets dat voor veel critici destijds ondenkbaar is en veel te ver gaat. Daar ben ik het niet mee eens. Daar waren zijn vrienden het dus ook niet mee eens. Maar dat was wel iets wat Van Looy heel erg geraakt heeft. Jij raakte het hem, die kritiek? Ja, dat vond hij echt wel heel moeilijk. En dat heeft waarschijnlijk ook wel aan bijgedragen dat hij toch minder is gaan schilderen uiteindelijk. Dus uiteindelijk ook echt voor die schrijverskant koos. Als je kijkt naar het schilderij, je had het over Franse invloeden. Is het bekend of hij zich door Frankrijk en Parijs heeft laten beïnvloeden? Of hij daar geweest is? Ja, hij is daar geweest. Hij is naar Parijs gegaan en hij heeft waarschijnlijk, althans dat denken we, dat weten we niet zeker, maar dat moet haast wel, ook impressionisten tentoonstellingen gezien. Dus je herkent ook iets van Monet in dat werk. Dus die manier van de natuur weergeven. En dat eindeloze binnen die kaders, dat zit ook heel erg in dit werk. En het is echt een Hollandse impressionist dus. Het vervoert je echt naar die zonnige vertes. Zijn er dingen bekend over het privéleven van Van Looy? Behalve dat hij als wees opgegroeid is, dat hij die beurs gehad heeft. Maar ook over zijn relatie met Letitia. Is er iets bekend? Ze waren volgens mij heel gelukkig getrouwd. Ik denk ook dat je dat ziet in dit schilderij. Ik weet niet precies, maar volgens mij zijn ze vrij vers nog, zeg maar, als paar op dit moment. En er is eigenlijk niet zoveel te vertellen. Dat is toch wat? Normaal helpt het bij kunst als je denkt, ach, Rembrandt, weer een vrouw dood. Ja. En hier gewoon geluk en mooi. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar dat straalt het schilderij ook dat uit. Dat is precies, het past ook bij zijn werk. En het is een soort levensgeluk spreekt er eigenlijk uit. Dus het hoeft niet altijd kommer en kwel te zijn. Was hij revolutionair kunstenaar? Ja, dat kan je wel zeggen. Wel voor Nederland in elk geval. Nou ja, en misschien eigenlijk ook wel gewoon internationaal. Hij sluit echt wel aan op het Franse impressionisme. Dat was ook niet onomstreden in Frankrijk in die tijd. En Frankrijk was wel echt het mekka van de moderne kunst. En hij bracht dat nieuwe ideaal eigenlijk naar Nederland. Hij was een van een groep kunstenaars die dat deed. Maar dat waren echt de Nederlandse avant-gardisten van die tijd. Dus het is wel een revolutionair. En vandaar ook een beetje onbegrepen, zoals dat hoort. Ja, ja, want eigenlijk zeg je, zijn collega's zagen het, zo'n Israëls, die zegt prachtig. Ja. Waren de critici in die tijd gewoon ouderwets eigenlijk? Een beetje wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Die hadden het nog niet helemaal begrepen. En het grappige is natuurlijk dat nu iedereen, denk ik, ja, echt ook het brede publiek, dit gewoon een prachtig schilderij vindt. En terecht. Maar dat hebben we toch met z'n allen moeten leren om dat te herkennen in zo'n eindeloos vergezicht. Je had het al over zijn schrijverskant. Wat voor schrijver was het? Want ik vind het zo raar als je zo mooi kunt schilderen. Ja, met alle respect, waarom ga je dan schrijven? Nou ja, sommige mensen kunnen dat toch? Ja, Michelangelo kon schilderen, beeldhouwen, architectuur bedrijven en ook nog gedichten schrijven. Dus hij was eigenlijk een schrijver net zoals dat hij schilderde. Dus echt een realist, maar dan wel in de zin van dat onder dat realisme ligt altijd gevoel. Dus het gaat altijd over het overbrengen van een bepaalde, ja, een bepaalde gevoelstoestand die we ervaren als je iets meemaakt. En dat beschrijf je dan zo exact mogelijk, of dat schilder je zo mooi en precies mogelijk, maar wel zodanig dat het echt geladen is met emotie eigenlijk. Van Looy verruilt dus de kwast voor de pen.
Na de tuin schildert hij nog maar nauwelijks. En zijn werk wordt ook bijna niet meer tentoongesteld. Maar dit is geen triest verhaal over een miskende kunstenaar. Als romanschrijver groeit Van Looy rond 1900 uit tot een van de meest gelezen schrijvers van Nederland. Nog even terug naar het schilderij De Tuin, dat Van Looy zo'n 10 jaar eerder maakte. Waarom is dit voor Terry een topstuk? In de eerste plaats omdat ik het gewoon heel mooi vind. Het is heel goed geschilderd. Het brengt iets innerlijk bij mij teweeg, waar het ook toe bedoeld is. Maar het is ook zo'n mooi voorbeeld dus van hoe de internationale stromingen in Nederland, of in Europa op dat moment, in Nederland ook te zien waren. Dus het is ook gewoon een hele mooie aanvulling op onze verzameling, op onze collectie. Het is echt een schilderij wat als het ware de luiken opengooit. Naar buiten toe letterlijk, naar dat lapje grond in de Rustenburgstraat. Maar ook naar buiten toe, naar Parijs en naar de kunstwereld internationaal. Je luisterde naar Terry van Druten van het Tijdens Museum. En dit was Topstukken, aangeboden door de Vriendenloterij, de cultuurloterij van Nederland. Mijn naam is Albert Verlinde, ambassadeur van de Vriendenloterij. Ik ben er trots op dat wij cultuur steunen in heel Nederland, dankzij onze deelnemers. En als je meespeelt in de Vriendenloterij, ontvang je een VIP-kaart waarmee je korting krijgt op de leukste uitjes en gratis ruim 125 musea kunt bezoeken. Dus ook het Tijdens Museum in Haarlem. Benieuwd naar meer mooie verhalen? Abonneer je dan gratis op Topstukken in je favoriete podcast-app of ga naar topstukkendepodcast.nl.